Een hele goede middag. Ik en Inge zijn de hele dag eigenlijk. Ja, het is nu inmiddels 4 uur. Wij zijn bijna de hele dag aan het winkelen geweest. We gaan straks barbecue, maar dat gaan we in het huis van Inge doen, hè? Van jullie, hè? Het is Jinte. En Jinte is het kindje van Inge. Toch? En wij logeren in jullie huis. Ja, vind je het gezellig? Een leuke vakantie. Okay. En ik doe niet zo heel veel filmen, want wij doen vooral van de vakantie niet, hè? Ja. Dus daar blijven we ook nog even een paar dagjes doen. Ja. En nou gaan we jouw vriendinnetje ophalen. Ja. Zijn we op aan het wachten? Ja. Hoe vind je de vakantie? Ik vind het wel leuk. Ja? Oké. Okay. Wat heb jij vandaag gedaan? Dat is de keer. Dat is de keer. Met, wat was het? Jinte, Julan. 7 kleintjes. Jinte, Julan, Nout, Matthijs, Liam, Sam en Jordi. Ja. Ja. En wat hebben we daarna gedaan? Gebarbecued. Ja. En toen werd er gezegd. Eerst zouden we op de camping gaan barbecuen. En toen zei Niels, ja, dat vind ik niet zo'n goed idee. En toen gingen we dus hier barbecuen. En dat is allemaal niet erg, hè. Maar Inge en ik de hele tijd tegen elkaar zeggen. Maar nou schijnt de zon. Nou is het droog. We hadden ook op de camping kunnen zitten. Ja, maar het gas dan nat en dan die kinderen zei ik nat. Ja, weet ik. Weten we. Je hebt zeker een punt. Je hebt zeker een punt. Maar, ja. Dat. En jullie hadden een kolenbarbecue voor op de camping. En hier hadden we een gasbarbecue. En met kolen heb je gewoon heel veel tijd nodig. Ja, klopt. En die hadden we niet. Nee, klopt. Dus ja. Ja. En die jongens, de oudste van de stel. Die wou PlayStation en daar ging ook niet op de camping. Nee, klopt. Wat gaan we morgen doen? Morgen gaan we zwemmen. Of in ieder geval ik met Liam en, ja. En dan hun. En dan daarna gaan we naar een pannenkoekhuis. Ja. Met de speeltuin. Ja. Een goede morgen. We zitten bij de Duitse grens, hè? Dus je moet een beetje Duits kunnen. Kan ik niet, maar dat scheelt. Ik heb gelukkig een vriendin die dat wel kan. Maar goed, wij zijn weer onderweg naar de camping. Oh yes. Nog een dag. En dan gaan we naar huis. Het ligt niet aan de mensen hoor. Echt niet. Ik ben gewoon zo. Dat. Maar goed, wij gaan weer naar de camping. De kindjes gaan weer lol hebben. En vanavond gaan we lekker uit eten. Met iedereen gaan we pannenkoeken eten. Met z'n tienen. Met z'n tienen, ja. En gaan we kijken hoe het allemaal loopt. Dus ja, komt allemaal goed. Hey Sim! Ga je rijden? Nou moet je naar voren. Wel goed sturen, Sam. Ik kan nog niet hard doen. Zo wordt hij wel heel zwaar, Roos. Nee. Jinte.
Nou, dat was de vakantie. We zijn onderweg naar huis. Nee. De kindjes zijn nog steeds dagen aan het zeggen. Die zullen zo dadelijk wel in slaap vallen. En dan rijden we nu 1 uur en 20 minuten. Yay! En 142 kilometer. Ja, 142 kilometer. Dus komt goed. Kinderen gedoucht, mama gedoucht, kindjes de fles gehaald, kindjes zo naar bed. Yay! En dan ga ik even mijn nagel maken, nog wat dingen doen. Was moet ik nog aanzetten. En de boel hier opruimen, want het is weer een grote puinbende. We kwamen in een schoon huis tegen, jongens. Echt. We kwamen echt in een schoon huis terug. Ja. In een opgeruimd huis kwamen we thuis. Kom maar, mama kusje. Oh, geef mama een knuffel. Oh ja, op mama klimmen natuurlijk. Ik hou van jou. Ga je lekker slapen? En naar boven? Doe jij zijn tutpakken nieuws? En dan gaan we het weer zien hoe dat het loopt. Ik heb echt nog heel veel gedaan. Ik heb de keuken nog opgeruimd. Ja, daar ligt nog was wat nog in het kastje moet. Ik heb alle flessen klaargezet. Brood gesmeerd. Ik heb de flessen afgewassen. Ik heb de tas klaargezet. De kleren klaargezet voor morgen. Ik heb deze was allemaal al opgevouwen. Ik heb 5 wasjes gedraaid. De 6e zit er nu nog in als die af is gelopen. Dat doe ik morgen wel. En ja, alles staat weer op zijn plek. Niks staat meer op een plek waar het anders moet staan. Dus dat. Ik heb het weer een heel eind op een rijtje. En Niels is nu even douchen. Ik heb al gedoucht, dus ik hoef niet meer te douchen. En dan ga ik Joef nog even naar buiten laten. En dan is het tijd om naar bedje te gaan. Dus ja, jullie raden natuurlijk al wat ik ga doen. Bij deze ga ik deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.